Ja, je ziet het achter me al gebeuren, hè. De training van het Nederlands hockeyteam, de vrouwen. En die gaan natuurlijk voor maar één medaille, dat is goud. En één van die vrouwen, die heeft er al twee in de zak, dat is Ellen Hoog. Tijd nu voor de vrouw waar ik voor kom. Oké. Je moet trainen. Hè? Je moet trainen. Ja, wij gaan Pilates doen, maar jij gaat even twee ballen schieten. Oké. Oké, ik gooi ze aan. Ja. Neem ze aan en op goal schieten. Oké. Heel simpel. Ja, maar ik gooi ze wel moeilijk aan. Je gooit ze moeilijk aan? Ja. Oké. Ja, het is wel een goal. Oké, komt ie, ja? Volgende. Hand uit het kaartje maar aanneemt. Hand uit, ja. Ja, uitschieten. Oh. Ze lachen me gewoon uit. En terecht. Heel mooi. Jullie moeten het kunnen, niet ik. Ik zal die ballen even opruimen. Heel. Daar ben ik goed voor. Wat is Pilates? Wat is dat? Wat is het eigenlijk? Ja, wat is dat? Nee, het is een beetje je core, heel erg je core trainen en lenigheid. Oké. Dus, want wij zijn natuurlijk zo stijf als de mallen, we hadden al dat hockey. Dus dat is wel lekker, even alles oprekken en een beetje core trainen. Oké. Okay. Allemaal op hun matje. Een kippenhok is het, zoals je hoort. Kijk, we gaan ze hoor. Beginnen anders een beetje even dit doen, want ja jongens. Even lekker strekken jongens. Je gaat liggen op je rug. Ja. Je benen strekken. En dan doe je ze 10% omhoog. Ja, stop. Ja, zo. Ja, hou ze vast. Hou vast. Hou vast. Dit is geen pilates. Nee, dit is buikspieren. Oh. En dan doe je je rechterbeen knie naar je neus. Juist. En terug. Linkerbeen knie naar je neus. Goed. Nu beide knieën naar je neus. Oh, dat is lekker. En terug. Hoofd op de grond. Hou vast. Nog 10 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nou, dat was dus de Pilates. Meer is het niet. Nee, jullie moeten nog echt wat moeten jullie doen? Nee, wachten op de trainer. Ja. Belangrijkste vraag die ik moet stellen of we is kunnen zingen. Of je wil zingen. Tuurlijk. En het liefst iets van Jan Smit of Nick en Simon. Ja. Oh, verrassing. Dus. Oh, wat zal ik zeggen? Nee, dat gaat zo. Ja, dat is een solo. Ja, doe maar solo. Nee, jij gaat sowieso. Ik kan namelijk echt mooi zingen. Kan Kelly zingen? Kelly kan zingen? Kelly kan helemaal zingen. Ik vind Adele ook goed in plaats van Nick en Simon of Jan Smit. Zo! Nee, oké, jullie mogen beslissen. Wacht, doe jij Nick en Simon of Jan Smit en doe ik Adele. Ja, oké. Kelly Jonker. Alias Adele. Oké, ik tel tot 8. 5, 6, 7, 8. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. Maar nu is het de beurt aan Ellen Hoog. Het is leuk dat je twee keer goud hebt. Het is leuk dat je naar Rio gaat. Maar hier gaat het nu om. Vandaag, op dit moment, leveren. Wordt het Nick, Simon of Jan? Jan. Wordt Jan. Blijkbaar. Maar hebben we nog verzoeknummertje? Oh, 2, 1. Oh, wat zal ik ze je laten zien? De hoeken van de kamer waar jij me laat zweven. Wil ik je alles geven?
kan uitgebreid met ze praten over de weg naar Rio. Maar uiteindelijk is zeg maar het, de team spirit is misschien nog wel een van de belangrijkste onderdelen om goed te presteren. En nu ga ik mijn mond houden, nu wordt het Pilatus, de Pilatusjuf. Jij moet nog even zingen. Ik kan niet zingen. Ja, wel, man. Inderdaad. Listen. Jongens. To the voice here in my heart. Nee. Luister, dit is jullie teamprestatie. Nee, ik sta hier nemen. Buiten als objectief man. Dus geven en nemen. Nee, ja. Is het geven en nemen? Dus jij moet even gaan staan bij dit team. Oké, okay, een Braziliaans liedje. Asigama leu meu destino. E sonhe. O si kama si una pancha si un... Ik, zo was ik iets, hè. O si mnesa tu... O ki sera... Tuchi wali... Uma maya... Como faise... O meu destino... En dan moet je... En dan moet je deze bij. Jullie zijn echt een leuk team. Ja, we zijn leuk, hè? Ja, jullie zijn echt leuk. Ja, mensen geloven vaak niet dat we het echt gezellig hebben samen. Maar nee, het mooie is, want nu zien jullie alleen maar de gezellig dingen. Jullie werken ook echt hard. Ja, zeker. Ben je gebroken of niet? Nou, gebroken niet, maar ik heb wel zin om naar huis te gaan. Ja, kan me voorstellen. Kan me voorstellen. En pompen. 1, 2, 3, 4, 5, uit 2, 3. Til je bovenlijf op, raak met je armen. Strekken. Luister Ellen, even praten, want je bent hard aan het werk. Je derde speler, dan wil je laatste. Ja. Denk je. Ja, ik ga niet nog vier door, nee. Nee, weet je wat, ik geniet echt nog van elk moment op het veld. Ik vind het echt nog fantastisch, echt met dat team samenwerken en stappen maken met elkaar. En dat, ik geniet er echt nog heel erg van, maar ik kijk ook wel uit naar andere dingen. En ik voel ook wel dat ik toch wel ouder word. Ja, maar ga je dit niet missen? Moet je kijken hoe mooi... Ja, dat ga ik wel missen. Daar moet ik wel hard voor werken straks, denk ik. Ja. Over Rio kan je nog niks zeggen, maar wel over de weg naar Rio. Ben je happy? Is het zoals je... Kijk, Champions Trophy had je willen winnen natuurlijk volgende week. Ik denk dan, who cares? Het gaat niet om Champions Trophy. Het gaat om wat je meeneemt naar Rio, denk ik dan. Maar tuurlijk, je had willen winnen. We hadden hem willen winnen. Maar we hebben heel veel stappen gezet, het toernooi. We hebben nog een paar wedstrijden daarvoor gespeeld waar we heel erg zoekende waren. En in één keer op de Champions Trophy stonden we er. En dat geeft wel heel veel vertrouwen. Dat we die finale niet hebben gewonnen, nou, daar hebben we het ook over gehad. En dat we weten ook dat we er nog niet zijn. Maar ik ben wel heel blij hoe het tot nu toe gaat. We hebben echt heel veel stappen gemaakt de laatste weken met elkaar. Wat mij nou mooi lijkt, laat dat nou mooie afsluitende woorden zijn. Dat jij dus afscheid neemt van het Oranje. Jij neemt afscheid van hockey op internationaal hoog niveau. Maar wel met die ene medaille. Die ene medaille. Ja, en heb je er drie. Gewoon drie. Ja. Het zijn er niet veel, hè, die er drie hebben. Lucky number. Ja, nee, tuurlijk gaan we daarvoor. Tuurlijk. En we hebben ook echt wel een goede kans. Ik bedoel, wat ik zei, we zijn echt goed bezig. En ik word er helemaal zenuwachtig van als je het zo zegt. Nee, ik heb er gewoon heel veel zin in. En we gaan gewoon knallen. Ja. En dan hopen we dat we een huldiging van jou krijgen dan. Dan kom je weer op het podium met z'n allen. Ja. En dan beloof ik dat ik een beter lied... Ga jij dan zingen? Ik ken dan een beter lied. Nee, ga jij dan een Nederlandstalig lied zingen? Voor ons? Ga jij nu die belofte doen? Ja, leuk. Alleen bij goud? Ik zet mijn hand erop. Yes. Dus de deal is dat als Oranje Vrouwen hockey goud pakken... Winnen. Dan moet ik dus een Nederlandstalig lied zingen. Ja. Helemaal, hè? Dus niet zo half wat je net deed. Helemaal gewoon. Ja, jullie hebben het ook, hè? U gehoord. Wat een slechte weddenschap. Ik vind het een goede deal. Oké, nu al excuses. Nu al. Ik lig te dromen in mijn bed. Ik heb net de douche weer uitgezet. Wel de teksten. Ik ken de tekst totaal. Jan, help me. Jan, geef me tips. En dan doe ik het. Voor... Go Jan. Ellen en consorten. Ciao. Doei.